We hebben het vanmorgen gehad over uiteenlopende onderwerpen. Vooral ook over studiekeuzeadvies. En dat je ook moet weten wat je graag wilt doen. En dat dat door de tijd ook verandert. En dat je soms gepusht wordt. En dat het misschien beter is om af en toe een jaartje niks te doen. Omdat je dan alsnog veel meer doet dan dat je denkt dat je doet. Klopt, ja. Maar dat is natuurlijk voordat het allemaal een beetje spaak begint te lopen. Dus het is niet het meest vrolijk onderwerp. Het is wel een actueel onderwerp. En je ziet het ook. Ik heb hier NPO Radio of NPO 3 heb ik voor mijn neus. Want er zijn legio programma's tegenwoordig. Oh ja. Die allemaal gaan over je echte zelf laten zien. Psychische problemen zijn geen taboe meer. We leven in een burn-out maatschappij. En al die dingen meer. En dat is natuurlijk vervelend. Maar het hoeft geen eindstation te zijn en er zijn hulpmiddelen genoeg. En zo schakelen we over naar Casper Krijpel van het Dekanaat. Hoi Casper. Dag Cas. Introduceer ik dat een beetje goed zo? Ja, alleen zou ik het wel een beetje willen nuanceren. En het ligt breder. Het ligt breder. Kijk, met name de afgelopen jaren is er heel veel aandacht gekomen voor studentenwelzijn. En dat heeft te maken met een aantal grote onderzoeken die zijn gedaan. Onder andere in Zwolle, op universiteiten, onlangs nog in Utrecht. Ook door het CBS. En daaruit blijkt inderdaad, lijkt een beeld ontstaan dat steeds meer mensen, steeds meer studenten worstelen met psychische problematiek. Ja. Echter denk ik ook dat het belangrijk is dat we die cijfers ook een beetje in zijn context zien. Er is ook wel wat kritiek op die onderzoeken geweest, waarmee ik niet wil zeggen dat het geen probleem is. Maar soms ontstaat het beeld dat studenten als een soort epidemie volledig lam geslagen zijn door psychologische klachten. Eigenlijk op het moment dat je inschrijft kan je ook gelijk wel naar de psychiater. Soms wordt dat beeld een beetje geschragen. En eigenlijk ben ik als decaan samen met mijn collega's, maar ook als de Hans Hogeschool, toch meer bezig met kijken van wat hebben studenten zelf nodig om op een gezonde manier door hun studie heen te gaan. Ja. Dus je kan een beeld schetsen van een decaan of een docent of een psycholoog als iemand waar je naartoe gaat van help mij met al mijn problemen. Ja. Maar zelf kijken we meer van die studenten zijn volwassen mensen die in een ontwikkelingsfase in hun leven zitten. Daar heb je te maken met tegenslag. Maar niet elke tegenslag hoeft gelijk heel ernstig te zijn. Eens. Precies. Het is ook interessant om te kijken naar de positieve dingen die stress brengt. Het zorgt dat je deadlines haalt, het zorgt dat je in beweging komt. Het zorgt dat je dingen doet, dat je gemotiveerd bent. Maar op hetzelfde moment wil je ook serieus nemen als studenten echt vastlopen. Dit klinkt als van onze van Lies Korevaar, onze Lies heeft ook onze echt lector over stress. Inderdaad, stress is ook Als we nooit stress hadden gevoeld, dan waren we allemaal opgegeten door tijgers in de prehistorie. Absoluut, absoluut, absoluut. Dus dat verhaal zal ik zeker niet opnieuw houden. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is om onderscheid te zien tussen de klachten die studenten ervaren, stress en eigenlijk de hinkstapsprong die je maakt naar dingen als depressie, burn-out, suicidaliteit. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat studenten ervaren, en daar kunnen we altijd aan werken, en daar zijn we nu ook mee bezig, dat zij in ieder geval laagdrempelig contact kunnen hebben met mensen binnen de hogeschool, of dat nou je docent is, of dat nou een decaan is, of dat een andere student is, waar je op zijn minst open bent over waar je op dat moment tegenaan loopt. En dat je dan ook makkelijk je weg vindt naar een plek binnen de Hans Hogeschool waar je daar informatie over kan krijgen of aan kan werken. Maar waar lopen mensen dan tegenaan als ze eenmaal bij jullie komen? Dat is eigenlijk heel gevarieerd. Als decaan heb ik soms hele zware gesprekken met mensen die stevige problematiek hebben. En dat is dan ook niet voor het eerst dat ze dat bij mij vertellen. Dat loopt al. Hè? Dus die wisten dat soms al voor hun studie. Maar net zo vaak heb ik gewoon hele makkelijke gesprekken van iemand die alleen wat extra tijd wil aanvragen bij een tentamen. Ja. Of iemand die zegt van luister, dit en dit is gebeurd. Het is eigenlijk al voorbij. Maar het had wel invloed op mijn studie. En ik wil dat toch even melden. Ja. Hè? Dus de fase waarin je iemand tegenkomt als decaan verschilt ook heel erg. Soms ben ik de eerste aan wie iemand, waar iemand openheid geeft. En dan zou zo'n gesprek heel heftig zijn. En soms is het ook iemand die al gewoon
die zijn problemen al heeft aangepakt en daar gewoon weer lekker aan het werk is. Maar ook de opleiding even op de hoogte wil stellen. Of wil kijken van, hey, is er nog een vorm van begeleiding die de opleiding mij kan bieden? En vaak heeft dat te maken met studievertraging. Hè? Dus je hebt 4 jaar voor je studie. En dan heb je wat meer tijd nodig. En dan kan je als decaan bijvoorbeeld studenten financieel tegemoetkomen met een extra jaar studiefinanciering. Of nadenken over andere voorzieningen. Ja, want ik had ook wel opgeschreven dat jullie even kijken. Praktische problemen. Omdat de ingang die ik had was, we hebben het Student Success Center. En dat wordt het Student Support Center. Nou, dat klopt niet helemaal. Het wordt Hanze Student Support. Dat wordt de nieuwe naam. Hanze Student Support. Ja, ja. Ik dacht, we veranderen 1 woord minimaal. De definitieve nieuwe naam is Hanze Student Support. Ja. Hanze Student Support. Maar zij waren wel heel duidelijk van, we gaan weg van het woord succes en we gaan naar het woord support. Klopt, ja. En er zijn natuurlijk op veel plekken wordt ondersteuning geboden binnen de Hanze Hogeschool. En dat kan inderdaad, je hebt bijvoorbeeld ook je SLB'er met wie je een gesprek kan voeren. En of soms heb je gewoon een leraar met wie je een goede klik hebt en is absoluut, dat genoeg. Ja. Maar jij had het over een jaar over tegemoetkoming. Dus dat klinkt meer iets als een financiële ondersteuning. Ja. Doen jullie bijvoorbeeld ook juridische dingen? Houden jullie ook, stel dat ik geen kamer kan vinden, wat voor dingen kan ik wel bij jullie terecht en wat voor dingen niet? Nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk moet je een decaan zien als een maatschappelijk werker, als een soort spin in het web, waar jij in vertrouwen, hè, dat is heel belangrijk, een decaan kan je in vertrouwen mee praten. Wij zijn niet gekoppeld aan een opleiding, dus als je een gesprek met ons hebt, wordt dat niet zonder jouw toestemming gedeeld met iemand anders. Yep. En wij kijken altijd, wat is jouw probleem? Wat heb jij nodig om goed verder te gaan met je studie? Yep. En ik kan daarin natuurlijk maar een beperkt iets doen. Ik ben geen psychiater, ik ben geen huisarts, ik ben ook geen docent. Het is meer dat je vaak dingen kan inventariseren en dat ik dan of doorverwijs, of heel praktisch zeg van, oh nou ja, hier zou je aan kunnen denken, of nog directer zeg, ja, nou dit precies. Kan ik direct voor je regelen. Je bent eigenlijk een soort, ik zou zeggen, je bent een soort grote broer die het allemaal een keer meegemaakt heeft en die zegt, kijk daar eens even naar, pak dat, het dat zou ik ook weer niet willen zeggen, want inhakend op wat je net zei, de juridische kant. Hè, we hebben wel gewoon een aantal formele taken. Hè, er zijn gewoon een aantal taken die alleen decanen doen. Maar soms neem ik de rol van grote broer aan. Dat klopt. Ja, ja dat, daar, is, daar, maar daar is ook ruimte voor. Dat, Nee, natuurlijk niet 1-op-1, maar wel een beetje die... Ja, het luisterend oor. En je moet heel lang studeren om grote broer te worden. Ja, dat klopt. Nou, vooral lang leven. Ja. Oké, maar dat soort dingen dus wel. Ja. Maar wat voor dingen bijvoorbeeld, waar kan jij eigenlijk niet mee helpen? Of verwijs je dan meteen door? Of hoe? Ik kan wel een aantal voorbeelden verzinnen. Als een student bijvoorbeeld zegt van, ik ben echt heel slecht in plannen. Ik ben heel slecht in organiseren. Ik haal mijn deadlines nooit. Kunt u me helpen? Dan kan als decaan kan ik niet direct die student helpen. Ik kan niet zeggen van we gaan 10 keer afspreken en ik ga een hele nieuwe methodiek van plannen en organiseren met jou doornemen. Daar moet ik doorverwijzen. En dat kan ik doen naar de cursus die wij hebben, effectief studeren. Of ik kan wijzen op een studievoortgangsgroep. Of ik kan zeggen, kijk eens bij een huiswerkinstituut buiten de Hanze. Alleen, ik kan dat direct niet oplossen. Nee, precies. En hetzelfde geldt eigenlijk voor iemand die bijvoorbeeld echt hele depressieve gedachten heeft. Ja, dan verwijzen wij gewoon altijd netjes door naar de huisarts. En zoals met, want veel studenten ervaren vaak meer, vooral druk is het dan, als ze al in de problemen zitten. Ja. En stress is aan de ene kant een goed ding, want het houdt je gefocust op je doel. Maar het moet niet te lang duren. Het is een beetje net als een elastiekje waar je aan blijft rekken. En als je dat te lang en te veel doet, dan gaat de rek eruit en dan heb je een probleem. Klopt. En dus dat, maar dan moet je daarvoor weer naar een ander soort specialist. Ja, als je te ver. Kijk, het is heel aanlokkelijk om. Om het te zien als allerlei loketjes binnen de hogeschool waar je langs kan voor specifieke problemen. Maar de praktijk werkt nooit zo, want je praat met allemaal mensen. Daarnaast heb je ook nog gewoon je eigen netwerk, je ouders, je vrienden, je familie. Ja. En als het goed is, let iedereen op elkaar. Alleen het is wel fijn om als hogeschool die studentbegeleiding zo ingericht te hebben, dat je eigenlijk vanuit het perspectief van de student op elke plek wel iets kan halen. En dat soms een beetje overlapt
dat is helemaal niet erg. En je zei het net al goed. Dat is juist wel prettig, denk ik. Ja, als jij een supergoeie docent hebt waar je een goede band mee hebt, die heel veel voor jou kan betekenen. Ja, waarom zou je dan bij mij langs kunnen komen? Hè? Niets moet. Wij zien het meer dat we er gewoon beschikbaar willen zijn, bereikbaar willen zijn. Mm-hmm. En een aanbod willen hebben waar studenten eigenlijk zelf mee aan de slag kunnen. Omdat wij steeds minder het heil zien van curatief. Hè? Dus dat je problemen moet oplossen. Ja. Maar eigenlijk eerder preventief. Van wat hebben studenten nodig om nou op een beetje relaxed en gezonde manier hun studie door te gaan? Jij hebt het net over dat ze met een breed scala aan vragen bij jou terechtkomen. Ja. Je pikt studie, ik kan niet goed plannen. Dat was het voorbeeld dat je gaf. Zijn er veel studenten die daarmee komen? Waar komen, zeg maar, wat is een ander veel voorkomende vraag? Een veel voorkomende vraag is, ik loop studievertraging op. Ik zit met persoonlijke problemen in mijn leven. Ja. Hè? En dat heeft niet altijd te maken met psychische klachten. Maar dat kan ook te maken met gezondheidsklachten. Dat kan te maken hebben met een moeilijke fase in je leven waar je in zit. Dat kan te maken hebben met relatiebreuk. Dat kan te maken hebben met ziekte binnen de familie. Hè? Vaak die. Ja, ja. Zeker. En dat heeft. In veel gevallen heeft dat toch effect op de mate waarin je goed met je studie bezig kan gaan. Ja, precies. Ja, ik zelf, zeg maar, mijn ervaring is dat ik, zeg maar, hoe ouder ik word en hoe verstandiger ik ga leven. Ja. Ik merk bijvoorbeeld ook, je gaat ook sporten erbij pakken. Ja. Voeding, ja. Nachtrust. Ik probeer heel vaak een prikkelarme dag te hebben. Ja, heel verstandig. Om ook de stress, weet je wel, dan. Als je een hele dag niks zit te doen, wat echt bijna onvoorstelbaar is in 2019. Ja. Zeker ja. als je in het studentenleven. De Groningen gaat nooit dicht. Nee, er is altijd een kroegje open. Er is altijd iemand die nog wel zin heeft om wat te doen. Ja. Er is altijd een feestje gaan of iets interessants. Er is vooral altijd een telefoon die aanstaat. Je moet je punten halen. Ja. Dus het is op een gegeven moment, denk ik, dat het belangrijkste wat studenten moeten leren is hoe ze hun tijd managen en hoe ze de FOMO, de fear of missing out, dat loslaten en gaan prioriteren, zo gezegd. Klopt, ja. Ja. En dat is. Je zegt het eigenlijk heel goed. Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Behalve dat het. Dat wij ook niet de indruk willen wekken dat wij als hogeschool al die problemen kunnen oplossen. Uiteindelijk willen we ook een aanspraak doen op de verantwoordelijkheid van de student. Dus dat verschilt per persoon. Hè. Jij zegt van, nou, ik doe dat nu steeds meer. De een begint daar gelijk al mee. Ja. En het is oké dat je daar wat tijd voor nodig hebt. Het is een spannende tijd in je leven waar je ook dingen moet uitzoeken, waar je fouten mag maken. Gelukkig. Experimenteren. In de breedst mogelijke zin. Zeker. Hè? En je moet ook niet de illusie hebben dat je als hogeschool allerlei maatschappelijke problemen of elk individu optimaal kan helpen. Maar je moet wel als hogeschool, als overkoepelend orgaan, een klimaat kweken waarin mensen niet. Zeg maar, als je individueel een keuze maakt. Ja. En het hele klimaat duidt erop dat je eigenlijk geen nee mag zeggen. Ja. Omdat je erbij moet horen, erbij moet zijn. Ja. We hadden het met studiekeuzeadvies, ging het er eigenlijk over dat ze van veel jongeren dan horen dat ouders het lastig vinden als ze een jaar niks willen doen. Of een tussenjaar. Klopt. Want ga je dan nog wel studeren? Ja. Mijn ervaring is dat bijna niemand komt zomaar tot stilstand in zijn leven. Er moet er zoveel. Dan heb je het echt al over trauma's. Dus het heeft ook te maken met vertrouwen, denk ik. En ook het vertrouwen wat een Hanse Hogeschool uitstraalt in de studenten. Ja. Maar is dat dan, spelen jullie daar ook weer op in? Wat zijn jouw gedachten erover? Nou, mijn gedachten zijn erover dat je. Dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Dat iedereen die kleinschaligheid beleeft. Dat iedereen een goede band met zijn of haar opleiding heeft. Hè? En daarom is het ook. Er is niet één oplossing. Er is niet één beleid. Hè? En dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei. We hebben allemaal daar een rol in te spelen. Docenten zouden genoeg tijd moeten hebben. Hè, om aandacht te besteden aan studenten. Studenten moeten zich veilig voelen om zaken te delen. Ja. Wij moeten studenten ook inspireren om zelf in actie te komen. En als dat even niet lukt, of als je er even niet uitkomt, nou, dan kan je terugvallen op bijvoorbeeld een decaan. Maar
als wij een mooi aanbod hebben waar studenten mee aan de slag kunnen, als het gaat om studievaardigheden of gezondheid of mentale gezondheid, dan helpt het natuurlijk wel, absoluut. Dat lijkt me wel. Ja. Maar ik zou bijna zeggen dat inmiddels zou dat in elke opleiding geïntegreerd moeten worden al bijna. Die dingen die jij zegt vind ik heel essentieel. Dat is een discussie. Want een studieprogramma... Die we hier nu gaan aanslingeren. Want we hebben iedereen zijn aandacht. Nou, weet je, daar ga ik ook een beetje mijn boekje erbuiten. Daar weet ik te weinig van. Het is de neiging om inderdaad om alles in zo'n curriculum te doen. Maar ik denk ook niet dat dat per se nodig is. En ik denk ook... net zoals wij willen laten zien aan studenten dat ze ook niet alles perfect hoeven doen. De wereld is ook niet perfect. Nee. En ook de Hanse Hogeschool is niet altijd perfect. Nee, ik denk dat je wel aan kan sluiten bij studiekeuzeadvies. Mensen denken vaak dat ze dan een keuze maken voor de rest van hun leven. Ja, klopt. Ja. Maar het is een keuze voor de volgende 4 jaar. Absoluut. Ik ga nu dit doen en dan als ik daarmee klaar ben. Het is niet een heilige graal. Nee. En misschien is dat jammer dat je dan niet in één keer de ultieme oplossing hebt. Ja. Aan de andere kant is het ook heel chill. Ja. Want het is niet een alles gaat goed of alles gaat fout. Nee. En ik weet ook, kijk, we hebben natuurlijk nu best wel even geconcentreerd op de dingen die fout kunnen gaan. Ja. De dingen die lastig zijn. Studentenleven is vooral leuk. Zeker als je op kamers gaat, als je in de stad woont. Als je keiweek gaat lopen. En dan, heb jij ooit keiweek gelopen hier? Nee, ik heb nooit keiweek gelopen. Want ik kwam uit Groningen, dus ik dacht van... ik ken en weet alles al. Dat dacht ik toen. Ja? Ja. Ik zou het nu anders doen. Zou je keiweek gaan lopen? Zeker. Ja. Ik denk dat je hier nog wel in kan schrijven. Ja, precies. Ja. Maar goed, dus al die leuke dingen. Meestal blijft het allemaal wel rollen. Ja. Je haalt je BSA wel, misschien niet je P in 1 jaar. Is geen ramp. Je focus van wat je in het eerste jaar wil, die verschuift langzaam. En absoluut. In het vierde jaar absoluut. Ben je eigenlijk een heel ander mens. Ja. Ja. Mocht dat een beetje gaan rommelen, mocht die machine een beetje vastlopen, dan moet je eigenlijk bij het dekanaat wezen. Nou, niet alleen bij het dekanaat. Je moet weten dat het dekanaat er is. Hè? Als jij, het is een goede plek om te beginnen, toch? Lijkt mij. Een goede plek om te beginnen. Je kan daar beginnen, maar je kan ook zeggen, ik probeer het eerst zelf aan te gaan. Het is vooral belangrijk dat je weet dat wij er zijn en dat je in vertrouwen met een decaan kan praten. Ja. Zonder dat er gelijk iets moet. Hè? Dus uiteindelijk zijn de meeste studenten, ook al lossen we niet alle problemen in keer op, de meeste studenten lopen altijd blijer de kamer uit dan ze binnenkwamen. Het is vaak ook gewoon een opluchting om het te benoemen. Absoluut, Dat je het gewoon een keer kwijt kan. Ja. Ook aan iemand die verder niet met jouw leven verbonden is. Precies. Dat is ook altijd soms heel prettig. Ja. Ja. Daarom heb je af en toe opeens op het station een goed gesprek met een vreemde. Ja. Want die heeft verder niks met jou te maken. Juist daarom. Ja. Ja. Dus dat is de dekanaat is een beetje de vreemde op het station. Maar een helemaal vreemde zou ik denk ik ook niet prettig vinden. Omdat je ook wel wil weten dat iemand snapt een beetje wat jij doormaakt. Ja, en wat tuurlijk. Voor organisatie je zit. Maar ik zou ook vooral studenten die deze podcast horen en daar zelf ideeën over hebben willen oproepen om dat te delen. Afgelopen jaar, ik ben onderdeel van een project genaamd Healthy Life Skills. En afgelopen jaar is er met heel veel studenten gepraat, bijna 100 studenten gepraat, wat zij nou zouden willen. Ah. Ook vanuit het idee van we kunnen altijd wel weer bedenken wat allemaal goed is. Maar wat ik net ook zei, je wil ook de student aan het stuur zetten. Van, wat heb jij nodig om goed door je studie te gaan? Dus er zijn heel veel leuke ideeën uitgekomen. Maar dat gaat... Kan je er een noemen? Wat is jouw favoriet? Mijn favoriet qua ideeën? Ja. Sowieso dat studenten zelf met andere studenten aan de slag gaan om te praten. Zo, ten eerste al die openheid. Er is één workshop ontwikkeld binnen het Instituut voor Bedrijfskunde waar ook bleek dat eigenlijk studenten toch nog best wel snel zich schamen als iets niet goed gaat. Dus door maar te beginnen met open zijn over wat er is en vervolgens verder zelf te praten. We hebben nu een cursus goed slapen. Nou, dan denk je, heb ik daar mijn hogeschool voor nodig? Ja, het kost niks. Want alle cursussen zijn vanaf deze week ook gratis. En slaap is de beste lifehack die er is. Absoluut. Dat kan geen, absoluut. Is het absolute fundament. Kan geen pot koffie tegenop. Ja.
We hebben nu ook een cursus goed omgaan met geld. Hè, omdat schulden of financiële problemen is ook een grote bron van stress. Hè, dus daar, dat was ook een heel goed idee. Dus we willen heel veel aansluiten op de behoeften van een student. Kijk, je kan het zo gek maken als je wil. Hè, we kunnen ook hier voorlichting gaan geven over drank, drugs, wat dan ook. Maar ja, het moet wel aansluiten. En er is al zoveel. Hè? Er is al in de en die onderwerpen zijn ook alle lange. Natuurlijk vanaf de hippiecultuur leren is natuurlijk het onderwerp drugs al lang al besproken. En, nou, ik denk niet dat we er ooit over uitgesproken zijn, maar. Je moet de juiste rol pakken als hogeschool. Ja. Ik denk, we hebben nog wel een klein beetje tijd. Ja hoor, ik zit hier heerlijk. Dus als je nog brandende vragen hebt. Nou nee, ja, ik vind het een leuk idee dat studenten dan studenten gaan informeren en coachen. Ja. Dat ze elkaar helpen. Vooral ook omdat, weet je, op social media heb je heel erg de neiging om alleen het goede te laten zien, het leuke. En als je dat als vertrekpunt neemt voor hoe jij het doet ten opzichte van de anderen, doe je het al gauw minder. Ja. En van jezelf weet je dat je alleen maar de goede dingen post. Dus die hou je voor de gek. Ja. En juist die schaamte kan je denk ik ook makkelijker doorbreken als je gewoon met iemand praat die in dezelfde fase zit als jij. Jij noemt het schaamte. Ik snap die woordkeuze. Ik denk vooral het klein stukje kwetsbaarheid. Hè? Van dat je net zoals je uiteindelijk een decaan soms in vertrouwen neemt of een docent, kan je natuurlijk ook medestudenten. Hè? Daarmee bedoel ik ook te zeggen van decaan of cursus of docenten, dat zijn niet alle oplossingen die we hebben. Ook jullie met elkaar kunnen elkaar natuurlijk ontzettend helpen, maar daar moet wel een dialoog gestart worden. Ja. 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 Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Precies. Ja, daarom zit ik hier ook. Ja, met jou erbij. Ja. Natuurlijk. Nee, ik vind het een heel interessant onderwerp. Omdat, weet je, vroeg of laat iedereen komt voor uitdagingen te staan in zijn leven. En natuurlijk, dat is helemaal niet erg. Want we zijn gemaakt om met onwijs veel dingen om te kunnen gaan. Met ook, weet je, carrière maken. Dat is ook heel stressvol en uitdagend. Ja. Want je bent continu aan het leren en verder aan het kijken. Ja. Dus je draait absoluut niet op routine. Maar tegelijkertijd is het heel leuk. Ja. En je kan bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar, stel dat iemand overlijdt en er is een hele mooie begrafenis, dan is het niet alleen maar negatief wat er gebeurt. Dus het is ook de manier waarop je ernaar kijkt. Klopt. En dat. Ja. Ja, heel goed wat je zegt. En ik denk dat juist door, hè, want we kennen allemaal momenten dat we ons heel slecht hebben gevoeld. Of dat je denkt, hè, ik zie geen. Ik zie het even niet meer. Ik zie het even niet. Ik zie door de bomen het bos niet meer. En als je daar dan later op terugkijkt, dan denk je, goh, hè, wat fijn dat ik toen mensen had om dat mee te bespreken. Ja. Of wat was dat een belangrijk moment voor mij in mijn ontwikkeling. Dat je daar niet voor dat is wel inderdaad. Vaak zijn de moeilijke momenten zijn ook de belangrijke momenten. Klopt. Dus en nu is daar het decanaat om erbij te helpen. Nou, we zijn er ook altijd al geweest. Maar even fysiek, waar zitten jullie dan? Wij zitten in de F-vleugel, in de F3-vleugel. Dat is op de derde verdieping van de F-gang. Dat zie je toch, in de toren? Gewoon? Ja, dat is inderdaad. De andere kant van de toren inderdaad. En de komende jaar kunnen studenten ook letten op eigenlijk de nieuwe naam waar we onder gaan vallen. Hanze Student Support. Daar vallen straks de decanen onder. Het hele cursusaanbod wat we hebben, cursussen en trainingen. En ook de studentpsychologen die volgend jaar in dienst zullen komen. Hè, en door al die drie dingen samen aan te bieden, hopen we dat we studenten voldoende in handen kunnen geven om ook op eigen kracht gezond door hun studie te gaan. Top. Casper, dankjewel voor geen probleem, informatieve, Kas. Inhoudelijke praat. Geen probleem. Praatje. Dankjewel. Informatief ouwe hoeren noem ik het altijd. Maar dit ging best wel even serieus. Maar wel heel veel belangrijke onderwerpen. Ja, klopt. Kijk, het is ook heel belangrijk. Ja. Fijn als je het allemaal met succes kan afronden. En zoals je zegt, inderdaad, dat je later terugkijkt. En ik denk door dat soort dingen dat mensen ook zeggen, de studententijd was de beste tijd van mijn leven. Ja, dat de denk ik ook. De grootste pieken. En de... Ja, dat gold voor mijzelf ook. Ja, hè? Toch? Ja. En als je... Voor mij persoonlijk als decaan is het heerlijk om daar een stukje in terug te kunnen geven aan studenten. Ja. Prima. Ook belangrijk om fit te blijven, zowel fysiek als mentaal. Ja. Sporten.
Ja. Dus we gaan, ik ga overschakelen op sporten. Of dat, eigenlijk heb ik dat al gedaan. Bij deze. Ja. Ik ga altijd vrij abrupt, maar dat vind ik wel. Ik vind dat nooit zo erg zelf. In ieder geval bedankt voor je tijd en voor je uitleg. En ik hoop inderdaad dat mensen die dit luisteren, dat die hun weg naar jou weten te vinden als dat nodig is. Of een van je collega's. En mijn collega's, yes. En die cursus ook, die veel meer dat preventieve aanbieden. Klopt, ja, dat top. Zeg je inderdaad goed. Lijkt me goed. Daar zullen ze de komende jaar veel meer van gaan zien als het goed is. Prima, yes. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Okay. Geen probleem.